Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Ook de Brabantse organisaties voor ouderenzorg hebben de noodklok geluid. Door de huidige bezuinigingen en kortingen kunnen ze onmogelijk de benodigde veranderingen in de ouderenzorg realiseren. Het manifest van de Brabantse instellingen is gericht aan de politieke partijen die in november meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Brabant staat voor een grote opgave. Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft verdubbelt ruim naar 165.000 in 2040. Daartegenover staat het tekort van 8.000 medewerkers de komende jaren alleen al in Brabant. Sinds 3 jaar zetten handhavers regelmatig een drone in om in de Biesbos onder meer hartvaders, stroperij, illegale feesten en ondermijning op te sporen. De handhavers zien precies wat er op de boten gebeurt, want ze kunnen inzoomen om het natuurgebied en de bezoekers te observeren. Zo kan er via de portofoon een duidelijk signalement van de schipper aan de handhavers doorgegeven worden. Op dit moment staat onze gemeente met 7.681 gewipte tegels op de 17e plaats van de kleine gemeente bij het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Dat is al een behoorlijke prestatie, maar het kan altijd beter. Heb je lekker vakantie en wat tijd over? Steek dan je handen uit de mouwen en vervang wat tegels in je tuin door beplanting. Wist je namelijk dat minder tegels in de tuin zorgen voor minder wateroverlast en dat bij een hittegolf de tegels ervoor zorgen dat het nog warmer wordt? Ook voor de biodiversiteit is het heel belangrijk om minder tegels te hebben. Wippen dus die tegels! Minicamping Munnikehof uit Terheide is door een internationale vakjury van de ANWB genomineerd voor de titel Beste Kleine Camping 2024. Dit is een kroon op hun harde werk van de afgelopen 5 jaar. Ook wij wensen deze mooie onderneming uit onze gemeente veel succes met de competitie. Wilt u ook stemmen? Dan kan dat via de website van de ANWB. Tour de Boer is weer van start gegaan. Ook in onze gemeente hebben verschillende agrarische bedrijven hun deuren opengezet om u te ontvangen. En om u te vertellen over het bedrijf en hun werkzaamheden. Daarnaast krijgt u natuurlijk een goed beeld van de agrarische sector. Genoeg redenen dus om eens een Tour de Boer bezoek af te leggen en met de ondernemer in gesprek te gaan. Tot en met 24 augustus kunt u langsgaan bij verschillende bedrijven. Op de site www.tourdeboer.nl vindt u meer informatie en ook is het programma te vinden waarin staat aangegeven wanneer en waar welke boeren hun bedrijven openstellen. Wilt u een mooie wandeling maken in de vakantie? Loop dan eens de van dorp tot dorp route. Deze wandelroute gaat langs eeuwenoude monumenten en door prachtige natuur. De wandeling start bij de Kleine Schans in Terheide en komt onder andere langs de Gumariskerk in Wagenberg. Via het natuurgebied de Binnenpolder van Terheide kom je weer terug bij de Kleine Schans. Meer informatie over de route en de GPX-routebestand vindt u op de website van Toeristisch Draaien. Onze burgemeester is pas geleden samen met Lisette van Groesen op pad geweest om zwerfafval op te pakken. Compleet met grijper, hijsje en afvalzakken. Buiten het feit dat je al wandelend enorm kunt genieten van het natuurschoon, kun je de natuur ook schoon houden. Want dat is nodig, zei de burgemeester. Hij was verbaasd over de hoeveelheid afval die ze in 1,5 uur verzameld hadden. Wil je net als de burgemeester ook je steentje bijdragen? Meld je dan aan bij drimmelen.nl/zeppers. Alle beetjes helpen, of je nu 1 keer per dag, 1 keer per week of af en toe zept. Het is een kleine moeite. De gemeente voorziet in materialen en haalt het afval op en je kunt aansluiten bij de app waarin je kunt zien welke routes al zijn gelopen. Samen pakken we zwerfafval op in Drimmelen. Maar het is nog beter natuurlijk om te zorgen dat er geen afval rondzwerft en je dus je rotzooi mee naar huis neemt of in een vuilnisbak deponeert. Heeft u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag in de ochtend om 11:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u de volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!